Vrienden, dit is Alblasserdam. Ja, en Danny Buijs die zei, ik ben even bij mijn ouders vandaag. Dus kom even hier naartoe. Nou, dan zou het hier moeten zijn ergens. Zou Danny Buijs hier zijn? Ja! Harry! Ja! Kun je het vinden? Hij denk al, daar is hij hier, daar is hij. Kijk, daar staat hij. Niet te geloven, ik heb het gevonden. Nou, dit vind ik al wat hoor. Hoe is het? Hey, jongen. Hey, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Nou, zoals je weet, we zijn in Alblasserdam. Ja. Daar ben ik opgegroeid. Ja. En ik ga je eens een mooi gebied daar laten zien aan de achterkant van Alblasserdam. Tegen Kinderdijk aan. En dan komen we uiteindelijk bij de molens van Kinderdijk. Oh, de molens van Kinderdijk, daar ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Moet ik eerlijk zeggen. Dat kan haast niet. Ja, dat is echt eerlijk. De mensen uit Japan en China die komen hier naartoe om bij de molens te kijken. Ja. Hey, moet je horen, hoe is dat gegaan dan? Hoe kom jij nou in contact met FC Groningen? Ja, zoals je weet, ik heb er ooit gevoetbald. Ja, tja, zegt hij, want hij is trainer van Kozakken Boys nu, dat weten we natuurlijk. En dan ineens staat er in de krant Danny Buijs, trainer FC Groningen. Ja, niet normaal eigenlijk. Nee, ik kreeg een telefoontje van Ron. Ah, Ron Jans belt zelf. Ja. En hij vroeg of ik zin had om een keer een bak koffie te gaan drinken met hem. Oh, ja. Zo gaat dat. En waar spreek je dan af? Waar zien jullie elkaar dan? Ron is toen bij mij thuis geweest. Oh, oké. Okay. Ja. Maar was je zelf verbaasd of dacht jij van nou dit is wel vrij normaal? Of denk jij bij jezelf nou hallo? Nee, ik dacht wel even van poef. Verbaasd, verrassend. Kijk, je moet ook reëel zijn. Als jonge trainer dan en een paar... Nou ja, laten we het zo zeggen, goede jaren gehad in de amateurwereld, dan zou je al blij zijn als je een stapje omhoog naar de Jupiler League kan. Ja, ja, daar had ik normaal gevonden, ja, Danny. Maar ja, maar jij kijkt er nogal normaal bij. Nee, nu ga je in één klap boem naar Groningen. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus misschien dat ik me af en toe nog niet eens heel goed besef, Harry. Maar, nee, toen het rond was, wat heb je toen gedaan? Heb je een dansje gemaakt? Ben je mensen gaan bellen? Heb je eventjes nog die gedaan, zo? Die? Ja, nee? Ik heb wel even mezelf in mijn arm staan knijpen van jemig. Is het echt dat het zo snel zou gaan dat ik ook niet durven dromen. Wat is het lied van Groningen eigenlijk? Dat moet jij weten, want jij hebt er gespeeld. Ja, laat ons weer eens juichen, Harry. Laat ons weer eens juichen. FC Groningen. Zouden die Japanners nu zijn dan? Nou, daar, kijk. Kom je ze wel eens tegen, ja. Oh, ik doe wel even zo mijn muts op hoor, hey, want het is veel te koud, man. Op die zon schijnt toch gewoon. Ja? Geen muts op? Je bent ook een harde hoor, je bent ook van dik aan het avondplankje. Het zonnetje schijnt lekker, Harry, moet je kijken. Er staat bijna geen windje. Op welke plaats is Groningen nu dit jaar geëindigd dan? Ja, het seizoen is nu nog bezig, hè? Ja, maar goed, ze staan in de 13e plaats. Ja, dus ja. Wat wordt jouw bedoeling dan? Voor volgend jaar? Ja, 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 Danny, kom op nou. Voor, ja. Hier. Ja, dan lopen we hier bij de molens. Ja. Hier van Kinderdijk, kijk eens jongen, kijk even mee hoe mooi dat hier is. Ja, en dan zeg jij op welke plaats Groningen? Ja, zo hoog mogelijk natuurlijk. Ja, dat is toch geen afstand. Oh, maar kijk, zelfs die molens worden er niet goed van. Van dit antwoord, kom op nou. Jezus, wel een zijkantwoord. Ja, maar, ja inderdaad, ja. Een zijkantwoord. Maar waar vind jij dan de grote? Nee, ja, ja. Nou, Groningen gewoon sowieso een linker rijtje. God, dan begint het. Lekker gelijk die lat hoog. Ja, natuurlijk. Hey, ja. Danny, kom op. Wil je meedoen in de voetballerij of hoe zit het hier? Nee, dan gaan we er alles aan doen om in het linker rijtje te eindigen. Daar ga ik komen, toch, hè? Ja. 9 en hoger en verder geen gelul. Daar gaan we wel ons best voor. Nou, kom op. Ja. Ja, tuurlijk. Hey, maar niks over geloof, hè? Dat ziet er mooi uit hier. Ja, dit ziet er echt mooi uit. Kijk even mij, jongens, hier. Zien wij eventjes hier een gevalletje Kinderdijk? Kijk eens eventjes. Hier hebben we toch de Japaner, ja, de Chinees. Wat is het? Zullen we even vragen, waar komen ze vandaan volgens jou? Jij mag het nu zeggen, nu. Wat denk jij? Ik denk nee. China. China, zeg jij. Ja. Zeg jij? Ik? Japan, ik denk Japan. Ja. Hallo. Hello, where are you from? Taiwan.
Taiwan! Ah, Taiwan! Allebei fout! Allebei fout! Ja. Oké, thank you! Allebei fout! Jezus! Hey, maar je ziet het, ze komen uit heel de wereld hier naartoe, hè, met die molens te kijken. Ja, dat wel, ja. Daar is niks aan geloven. Ja, maar wat het wel mis. We gaan weer heel gauw die auto in. Oh, man. Hey. Ja, en jij zegt wel stoer, je mag je mutje niet op. Kijk, eerlijk, ik heb hem wel bij me. Kijk, ik heb hem bij me, het mutje. Maar, goed. We zijn wel bijna bij die auto, hè. Ik zet me dan gewoon niet op omdat Danny Buis zegt. Hij met een beetje kerel zit er geen muts op met dit weer. Nou, dan loop ik dan een beetje kerel uit aan me. Want mijn kop is helemaal ijs, man. Oh, ja, dat is ja. Koud. Ja, dat geef je toch wel toe, hè? Ja, nee, achteraf had je hem beter op kunnen zetten, Harry. Anders voelen, ja, godverdomme. Ja. Hey, we gaan heel gauw de auto in. Hey, Danny, Feyenoord. Wat is nou het Feyenoord gevoel? Ja, moet je je voorstellen, als je als kleine jongen ging toen met mijn oom en met andere mensen te Amsterdam mee elke twee weken naar de Kuip. Ja, dat maakt een bepaalde impact op je. En als je dan ook nog bij Feyenoord in de jeugd speelt, al die jaren, ja, dan creëert dat een binding. Ik heb geen seizoenkaart meer. Nee? Ja, tegenwoordig Harry met drie kinderen. Nou, dat wil ik er niet meer. Die ook allerlei andere dingen willen doen moeten doen. Ja, dus. En mijn eigen verplichtingen natuurlijk in de voetballerij. Ja. Kan ik niet meer elke week gaan. Nee. En ik moet ook zeggen dat. En dat is wel misschien iets. Een gevoel wat een beetje veranderd is. Is dat ik vind dat de sfeer de afgelopen jaren in de Kuip gewoon behoorlijk is afgenomen. Oh. Ja. Ja? Ja. Vertel. Ja, nou ja, ik vind dat als ik terugdenk aan 10, 12 jaar geleden, dan vond ik dan stond die Kuip ten alle tijde massaal achter de ploeg. Ook al speelden ze slecht. Ja. En dan was het ondenkbaar dat eigen spelers werden uitgefloten tijdens een wedstrijd. En op de een of andere manier in de afgelopen jaren is dat wel. Is dat wel een verandering die heeft plaatsgevonden in de Kuip? En of dat te maken heeft met het beleid vanuit de club naar supporters, of dat te maken heeft met een andere stroming supporters die erbij zijn gekomen, dat weet ik niet, maar dat valt mij wel op.